Robert Eenhoorn, het EK is dan vandaag al begonnen. Wat kunnen we eigenlijk een beetje verwachten de komende week? Nou, ik denk dat we zelf een behoorlijk team hebben met de spelers die we uiteindelijk bij elkaar hebben kunnen krijgen. Toch, vergeleken met het verleden jaar redelijk hetzelfde. Maar ook de andere teams zijn een stuk sterker. Hierna wordt ook nog een keer de World Baseball Classic Qualifier gespeeld. Dus er zijn een hoop andere landen die ook met professionals hier zijn. Dus ik verwacht kwalitatief in ieder geval een beter toernooi als 2 jaar geleden. Maar Nederland is wereldkampioen. Kunnen we dan 1, 2, 3 stellen dat jullie ook de absolute favoriet zijn om hier de Europese titel in eigen land binnen te halen? Ja, maar goed, kijk, zolang als het honkbal in Europa gespeeld wordt, is Nederland een van de favorieten voor de Europese titel. Maar ja, dat is leuk om één keer te zeggen. Maar vervolgens betekent het helemaal niks, want je moet gewoon al die wedstrijden goed spelen en winnen om het uiteindelijk ook te worden. We hebben Italië, Spanje, Frankrijk, Tsjechië, Duitsland, daar noem ik al een paar landen op, die echt behoorlijke teams hebben waar je gewoon goed spel tegen moet spelen om van te winnen. Maar als je dat doet, ja, dan lukt dat ook wel. Met een sterk Nederlands team, je gaf het zelf al aan. Hoe moeilijk was het om met name die profs hier bij dit toernooi daadwerkelijk in Nederland te krijgen? Ja, dat is elke keer in zoverre lastig dat gesprek oplevert. Wel niet. De play-offs zijn in sommige gevallen nog bezig in Amerika. Dus niet alle spelers konden we krijgen die we wilden hebben. Aan de andere kant hebben we de meeste wel gekregen. Ook misschien wel zelfs een aantal die we van tevoren niet verwacht hadden, die we uiteindelijk wel hebben gekregen. Dus al met al denk ik dat we tevreden zijn met de mix van spelers die hier in Nederland spelen. De beste hoofdklassespelers. En aangevuld met een aantal hele goede profs die het verleden jaar weer laten zien dat ze met elkaar een goede prestatie neer kunnen zetten. Het is op dit moment nog niet vol. Het is logisch, het toernooi moet nog op gang komen. Zeker wanneer Nederland dadelijk gaat spelen, denk ik dat het gaat leven. Verwacht jij volle stadions? Ja, dat weet ik niet. Ik moet je zeggen dat ik me daar nou niet de hele dag mee bezig hou. Ik hou me bezig met uiteindelijk een goede ploeg neer te zetten, zodat Brian en zijn staf daarmee kunnen werken. Nou, dat is aardig gelukt. Ik verwacht alternatief honkbal. Ik denk als de mensen denken dat Nederland eventjes eroverheen walst, ja, dan kan ik zeggen, zo simpel zal het zeker niet gaan. Dus ja, ik denk wel dat als ik honkballiefhebber zou zijn, dat ik zou komen kijken. Want ik denk dat we een aantal hele mooie wedstrijden zullen krijgen hier. Ik las een interview met Rob Koordemans en hij had ook eigenlijk wel verwacht dat na het gewonnen WK dat het eigenlijk meer zou leven. Dat Nederland veel meer honkballand zou worden. Valt het jou ook een beetje tegen dat toch een beetje is gestagneerd? Ja, maar goed, bedoel, dat is een eindeloze discussie. Die kunnen we steeds wel voeren. Maar er zijn gewoon een aantal sporten in Nederland. Het maakt niet uit wat ze doet. Als ze een rondje om de kerk fietsen of er wordt ergens een bal getrapt op een pleintje. Dan zijn de camera's erbij. Daar kunnen wij niks aan doen. Het enige wat we kunnen doen is goed blijven honkballen. Zodat het voor pers af en toe gewoon, ja, dat ze er niet onderuit kunnen komen om langs te komen. Dus we moeten gewoon zorgen dat we de eerste paar dagen hier hartstikke goed spelen. Dat het nog meer gaat leven. En dan denk ik dat ze uiteindelijk wel weer opkomen draven.